Goedemiddag allemaal. Zoals jullie weten, om 2 uur is het weer tijd om te gaan bewegen vanaf uw balkon of uw tuintje. Het enige wat u nodig hebt is een stoel en iets om aan vast te houden. Ik gebruik mijn stoel om me aan vast te houden, dus dat kan natuurlijk ook. En als we er allemaal klaar voor zijn, gaan we beginnen. En we beginnen natuurlijk met een kleine warming-up om even warm te worden. Dus we mogen allemaal gaan stappen op de plaats. Kijk, en dan kunnen we meteen beginnen. Heel goed. En belangrijk bij het stappen op de plaats is de ademhaling. Rustig door blijven ademen. Het helpt als u uw mond op een kiertje zet. En dan gaat de ademhaling vanzelf. Stappen op de plaats, heel goed. U mag uw armen meenemen als u uw balans niet nodig heeft. Kunt u met uw armen meebewegen. Kijk, het zonnetje begint te schijnen. Heerlijk. Tempo gaat iets omhoog. We gaan ietsje sneller stappen. En we heffen de knieën ook wat hoger. Dus we gaan wat sneller en we heffen de knieën wat hoger. Kijk, heel goed. Flink doorstappen. Gaan we onszelf even goed warm maken. Tempo gaat nog iets omhoog. We mogen nog wat sneller stappen. Doen we nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Ontspan. Gaan we meteen door naar een oefening voor onze onderbenen. En daarvoor heeft u iets nodig om aan vast te houden. Dus dat doen we niet los. Ik heb de stoel waar ik me aan vasthoud. U kunt de reling van het balkon gebruiken. En dan gaan we op onze hakken staan. En dan rollen we daarna naar onze tenen. Dus we gaan van de hakken naar de tenen. En weer terug van de tenen naar de hakken. Ja, u kunt de reling van het balkon gebruiken. Perfect. En dan gaan we op de tenen staan en op de hakken. Als we op de tenen gaan staan, gaan we zo hoog als we kunnen. En als we op de hakken gaan staan, dan trekken we de tenen zo ver op als we kunnen. En als we dit een tijdje doen, gaan we dit voelen in onze onderbenen, achterkant en voorkant. En die spieren die zijn heel erg belangrijk voor het aansturen van uw voeten. We doen er nog 4. Nog 3. Mooie grote bewegingen maken. En de laatste. En rust. We mogen even de benen losschudden. Goed, en dan brengen we de hak naar de bil. Om en om. Dus met rechts en links. Om en om. Proberen we onszelf tegen onze billen aan te schoppen. Gaat waarschijnlijk niet lukken. We kijken hoe hoog we kunnen komen. Belangrijk tijdens deze oefening is dat u een mooie rechte houding aanhoudt. En dat u uw knieën laag houdt. Dus de knieën komen niet naar voren. Alleen de hak komt achter omhoog. Mooi rechtop blijven staan. U hoeft niet naar uw eigen benen te kijken. Die doen het wel. Super. En dit gaan we moeilijker maken door het langzamer uit te voeren. Dus we gaan langzaam omhoog. Houden een seconde vast en ook weer langzaam omlaag. Ik hou mezelf vast aan de stoel, zodat ik niet omval. Dus langzaam omhoog. En ook langzaam omlaag. En doordat u uw been langer in de lucht heeft, kost het meer moeite. Enerzijds omdat u wat langer uw balans moet bewaren. En anderzijds omdat u langer kracht moet leveren, omdat uw been langer in de lucht is. En dat gaan we nog wat moeilijker maken. We gaan hem nu 3 seconden hoog houden. Dus de hak gaat omhoog. 1, 2, 3. En ook weer langzaam laten zakken. Andere been. 1, 2, 3. En ook weer langzaam laten zakken. Dus we wisselen af. U mag voor uzelf tellen. Blijf mooi rechtop. 3 seconden. Houden we omhoog. Dit gaan we vooral voelen op de achterkant van onze bovenbenen. De hamstrings. En we doen er nog 2. En daarna gaan we het moeilijker maken. En het moeilijker maken is hem nog langzamer uitvoeren. Dus we gaan in plaats van 3 seconden, gaan we hem nu 5 seconden hoog houden. Dus weer de hak gaat omhoog. 1, 2, 3, 4,
5 en dan pas gaat uw hak omlaag. En dan wisselt u van been. 1, 2, 3, 4, 5 en laat maar zakken. Doen we nog 2 keer. U mag voor uzelf tellen. En laat maar weer zakken. Laatste keer. Even laten hangen en dan pas zakken. En rust. Hartstikke goed. We mogen even de benen losschudden. Even laten ontspannen. We hebben best wel wat met onze benen gedaan. We gaan nu met onze armen aan de slag. We gaan appels plukken. Bekende oefening. Dus we gaan met rechts en links om en om. Zo hoog als we kunnen. U hoeft niet omhoog te kijken. U blijft gewoon voor u uitkijken. Maar u gaat zo hoog als u kunt. En niet iedereen komt even hoog. We zijn niet allemaal maar even mobiel in onze schouders. Maar zolang u zo hoog gaat als u kunt, dan ben ik tevreden. Hartstikke goed. En we gaan het tempo wat verhogen. We maken er een vuchtskampioenschap appelplukken van. Ja, we gaan nog iets sneller. Zo snel als u kunt. Als u mij kunt inhalen, dan mag dat hoor. Ja, kijk, u gaat sneller. Ik zie het al. Heel goed, hou vol dan hè. Nog 4, 3, 2, 1 en rust. Ja, ik zie iemand zuchten. Dit is pittig, hè? Als het goed is, voelt u dit. De bovenkant van de armen op de schouders. Ja, u wijst er al naar. Inderdaad. We gaan eventjes ontspannen. Dat doen we als volgt. We gaan draaien met onze schouders. Dus we maken een mooie grote draai. Heel goed. Ook de andere kant op. En ontspan. Hartstikke goed. We gaan nu de onderarmen aan het werk zetten. Dat doen we als volgt. We gaan knijpen in onze rechtervuist. En we knijpen zo hard als we kunnen. U mag uzelf echt wel kwaad maken. Dan kunt u net wat harder knijpen. 2 à 3 seconden per hand. Dan wisselt u en dan knijpt u in uw andere hand zo hard als u kunt. Dus knijpen. 1, 2, 3 en dan wisselt u van hand. En u kunt uzelf controleren of u hard genoeg knijpt. Als u naar uw eigen knokkels kijkt en u ziet ze verkleuren, dan weet u zeker dat u hard genoeg knijpt. En dan kijkt er maar een beetje lelijk bij. Dan kunt u net wat harder knijpen. En dit gaan we voelen in onze vingers, in onze handen. En in onze onderarmen, de polsen. En al die spieren, die gebruiken we voor de knijpkracht. Dag Wim. Ja, ik zie u wel. Wel meedoen, hè? Heel goed. En we knijpen zo hard als we kunnen, hè? Echt eventjes flink knijpen. Dat doen we nog 1 keer met links en nog 1 keer met rechts. Rustig aan. Om en om. En de laatste. En rust, ontspan. U mag uw armen even losschudden. En dan gaan we even draaien met onze polsen. Ook de andere kant op. En rust. En dan mogen we even piano spelen. Even alle vingers laten bewegen. Speel maar een mooi stuk. We kunnen het toch niet, ja, we hoorden er toch niks van. En rust. Ontspan, hartstikke goed. Goed, dan gaan we door naar de volgende oefening. En die is voor de bovenkant van de rug. We gaan zwaaien. Zorg dat u wat ruimte om u heen heeft. We gaan rechtsom en linksom zwaaien. Dat doen we met de open handpalm. Dus we gaan naar rechts. We brengen eerst de arm terug. En daarna gaan we met links naar links. Dus we gaan om en om. U mag met uw bovenlichaam meedraaien. Alleen uw voeten blijven precies op de plek staan. Dus de draaiing zit alleen in uw romp. En als het goed is, gaat u dit voelen. De bovenkant van uw rug. En waarschijnlijk ook in uw bovenarmen. We hebben de handpalm open.
alsof u mensen verwelkomt. Ja, mag nu niet, maar alsof. En we gaan het tempo verhogen, dus we gaan echt eventjes een zwiep eraan geven. Even doorzwaaien en dan weer terug. Als u nu last hebt van duizeligheid, hoeft u niet de hele tijd met uw hoofd mee te draaien. U kunt ook voor u uit blijven kijken. En dan draait u niet mee. Wordt u dus ook minder snel duizelig. In plaats van zijwaarts gaan we nu omhoog. Heel goed. Open handpalm. Zo hoog als u kunt. Ja, mooi hoor. We zijn er bijna. Nog 2, 1 en rust. Hartstikke goed. Goed, als het goed is hebben we allemaal een stoel. En die gaan we nu gebruiken. Dus we pakken de stoel erbij en we gaan op het puntje van de stoel zitten. Dus we gaan mooi voor op het puntje van de stoel zitten. Allebei de voeten zijn stevig aan de grond. Ik wacht even tot we allemaal op de goede plek zitten. Neem uw tijd. En als we helemaal mooi voor op het puntje zitten, gaan we rechtop zitten. Kruisen we onze handen voor op onze borst. En dan gaan we langzaam met onze rug naar achteren tot we een zachte landing maken tegen de rugleuning. Heeft u die zachte landing gemaakt, komt u vervolgens weer overeind tot u weer rechtop zit. We proberen de voeten aan de grond te houden. En we proberen ook in het laatste gedeelte niet naar achteren te vallen, maar zachtjes te landen. Merkt u nu dat u het laatste stukje toch naar achteren valt, dan zit u iets te ver voor op de stoel. Schuif dan 1 of 2 centimeter naar achteren. Dat maakt al een wereld van verschil. En dan wordt de oefening makkelijker. Vindt u hem te makkelijk, dan schuift hij juist wat meer voor op het puntje van de stoel. En zo kunnen we hem elke keer moeilijker of makkelijker maken. Het is natuurlijk wel goed als u uzelf een beetje uitdaagt, hè? We doen er nog 4. En bij die laatste, en we gaan ondertussen gewoon door, bij die laatste blijven we dadelijk even hangen. Zal ik zo uitleggen. Nog 2 te gaan. Hartstikke goed, we zijn aangekomen bij de laatste, dus we gaan naar achteren, maar we raken de rugleuning net niet aan. En dan blijven we even hangen. En dat kost moeite. Denk aan uw ademhaling, rustig door blijven ademen, maar hou het vol. Even nog. Nog 3, 2, 1 en rust. Fantastisch, goed gedaan. We blijven nog even op de stoel. En schuiven nu iets verder naar achteren tot we in het midden van het zitvlak komen. Dus onze rug is nog steeds los van de rugleuning. Ja, heel mooi. We zitten mooi rechtop, allebei de voeten aan de grond en allebei de handen op uw knieën. En dan gaan we overdreven deftig zitten. Dus alsof u de koning of koningin bent. Overdreven deftig. En dan gaan we even langs onze schenen naar beneden richting de voeten. We komen vrij snel weer omhoog. En dan gaan we overdreven rechtop zitten. U hoeft maar heel eventjes beneden te zijn. En u komt vrij snel weer omhoog. Maar bovenin neemt u die overdreven deftige houding aan. Dus daar mag u de tijd voor nemen. Dus het is eventjes beneden. Vrij snel weer omhoog. En dan overdrijven. Borst vooruit, schouders naar achteren. En als het goed is voelen we dit. Met name als we overdreven rechtop gaan zitten in onze onderrug. En daar zitten de strekkers van de rug. En de strekkers van de rug zijn belangrijk, u raadt het al, voor het strekken van uw rug. En daarmee dus ook voor uw balans. We doen er nog 3. Maken we hem netjes af, niet afraffelen. Mooi rechtop weer, als een koning of koningin. Nog 2. Kijk, wat een hoop deftige mensen, mooie balkonscènes. En de laatste. Helemaal rechtop. En rust. Hartstikke goed. En dan mogen we allemaal weer overeind komen. En dan hebben we nog een serie van oefeningen te gaan. En die serie van oefeningen hebben geen rust tussendoor. We gaan werken aan ons uithoudingsvermogen. We gaan onszelf eens even flink moe maken.
Ze mogen allemaal weer in de benen. En we mogen beginnen met stappen op de plaats. Heel goed. En vanaf nu, dus geen pauze meer, tot het einde van de les. Dus we stoppen pas als ik zeg dat we stoppen. Ja, even volhouden, hè. Keurig. En belangrijk bij de conditieoefening is dat we dat niet langzaam doen, maar dat we er een beetje het tempo in houden. Dat we een mooie flinke pas erin hebben. En in plaats van een gewone stap gaan we nu voorwaarts de grond aantikken. En dat doen we met onze hak. En als we de grond aantikken, dan trekken we de tenen op. Dus de hak op de grond en de tenen omhoog. En ook nu houden we het tempo erin. Heel goed. Als u denkt, nou, ik kan wel wat meer, gaat u gewoon wat sneller. Of zet uw hak wat verder weg. En dan wordt die moeilijker. In plaats van voorwaarts aantikken, gaan we nu achterwaarts aantikken. En dat doen we met de punt van onze schoen. Rechts en links. Om en om. Heel belangrijk om dit niet tegelijk te doen. Dus ga je neus stoten. Juist, en we gaan weer naar voren. Met de hak. Ook weer de tenen optrekken. En we houden het tempo erin, hè. Heel belangrijk hierbij, de ademhaling. Ik blijf het herhalen. Zet uw mond op een kiertje, dan gaat het vanzelf. En weer achterwaarts. Als u achterwaarts de grond aantikt, blijft er mooi rechtop staan. Niet met uw bovenlichaam mee naar voren kantelen. Mooie rechte houding. En in plaats van achterwaarts gaan we nu zijwaarts. Juist, en we houden de vaart erin. En u zult al langzaamaan gaan merken, hè, nu we er geen pauze meer tussendoor hebben, dat we wat sneller gaan ademen. Uw hartslag gaat wat omhoog. Dat is juist de bedoeling. Dus dat is niet het teken om te stoppen, dat is het teken dat we nog even doorgaan. En we gaan weer voorwaarts met de hak. Kijk, mooie overgang. Achterwaarts met de punt van de schoen. Blijf mooi rechtop. Zijwaarts. Oh, wat zijn we snel nu, hè? Ja, we zijn er stil van, Annie. Stap op de plaats. En u merkt al, het tempo ligt hoog. En dit is het laatste gedeelte, dus het tempo kan nog iets hoger. We gaan wat sneller, want we zijn er bijna. En we weten als we klaar zijn dat we dan uit kunnen rusten. En dat betekent dat we net wat sneller nog kunnen. Kom op, wij houden vaart erin. Even volhouden nog. Hou uw mond op een kiertje. Blijf doorademen. Tempo gaat nog iets omhoog. We zijn nog net niet aan het rennen. Ik tel dadelijk af van 3 naar 0. En als we bij 0 zijn, gaan we zo snel als we kunnen. En dat houden we 5 seconden vol. Oké, komt-ie. 3, 2, 1. En rennen maar. Zo snel als u kunt. Nog 5, 4. Niet stoppen. 2, 1. En rust. Ontspan. Hartstikke goed. Waarschijnlijk merkt u nu, uw ademhaling is versneld. U bent wat meer naar adem aan het happen. Ja, u heeft het misschien ook wat warmer gekregen. We gaan even tot rust komen. Allerlaatste doen we als volgt. We gaan diep door onze neus inademen. Houden onze adem een seconde vast. En dan pas blazen we er onze mond weer uit. Dat gaan we herhalen. Dus diep door de neus in. Seconde vast. En dan pas door de mond weer uit. Heel goed. Doen we nog 3 keer. Laatste keer diepe ademhaling. En waarschijnlijk merkt u nu dat uw ademhaling weer tot rust is gekomen. Hartslag is weer wat tot rust gekomen. En daarmee zit het er weer op voor vandaag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meedoen. En tot vrijdag, dan hoop ik jullie allemaal weer te zien. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot ziens!